in evenwicht houden. Kijk maar, daarnet was hij niet in evenwicht, nu wel. Yo kijkers van Vindeboy, welkom weer bij deze nieuwe video van knutselen. Vandaag gaan we niet zomaar knutselen, maar een 3D kerstboom maken. En de spullen die je nodig hebt, komen met één vingerknip in beeld. Nu zijn ze in beeld, als het goed is. En dus, wat je nodig hebt is een karton, een schaar en een stift. Ik doe deze keer met een marker, maar je kan het ook met andere stiften doen, want dat heb je alleen nodig om een kerstboom te tekenen. Wat ik dus nu ga doen. Want je moet een kerstboom tekenen. Even denken. Zo, toch? En dan... Ik weet niet precies hoe je een kerstboom tekent, hoor. Zo. Iets langer. Zoiets. Ja, dit lijkt er best wel op. Doei, doei. Nu alleen nog even uitknippen. Hij is geknipt. En wat je daar dan nu mee doet. Wacht even hoor. Dan knip je deze zo. Oh nee. Nee, dat is niet. Wacht even, kijkers. Ik moet even een stukje karton knippen. Ja, zo'n stuk ongeveer. Oh, trouwens, dit is niet belangrijk hoor. Dit doe ik gewoon even puur om nog een kerstboom te maken. Want je hebt namelijk nog een kerstboom nodig. Dus, even die aan de kant leggen. Laten we dus maar nog één tekenen. Zullen we hem omtekenen? Ja, dat doen we. Dat is wel het slimste. Ik zou dat thuis ook doen. Tenminste, als je dit wil maken. Zo. Maar het hoeft natuurlijk niet. Oké, dit wordt te moeilijk. Oké, laten we gewoon maar doen op onze manier. Zo. Ik zou nooit altijd weer terug naar beneden gaan, want wie weet kom je dan wel wat dat tekort. Snap je? Deze is niet netjes gedaan. Oké, even overnieuw. En we hebben een nieuw karton. Als ik 3 keer in mijn handen klap, hebben we een nieuw karton. Eerst moet je scherp stellen. Jemig, hij is best wel wazig. Kijk eens goed. 1, 2, 3. Ik heb hier niet echt een nieuw karton, maar... Ja, ik heb meer een kerstboom van de vorige video die niet zo goed is gegaan. Dus, hij is... Laten we hem maar snel knippen. Die is ook weer geknipt. En dan hebben we deze twee. Ze passen dan niet helemaal op elkaar, maar het kan wel. Oké, laat nu in de comments achter of je weet wat ik ga doen of niet. Oké, ik vertel het al. Kijk. Ik ga deze een beetje zo knippen. Denken jullie, nee, dat is zonde van de kerstboom. Maar nee, dat is het niet. En dan deze ook. Denk je, nee, hè? Wat doe je nou, Finn? Maar kijk, als het goed is, tenminste als het lukt, zou je deze dan zo in elkaar kunnen schuiven. Ja, dat kan wel, alleen moet hij dan nog wat langer. Oh. Ik denk ongeveer zo. Oké. Zo.
Oh, is een beetje wazig. Zo. En dan kan je ze nu ongeveer in elkaar schuiven. Denk ik. Kijk. Nee, nog niet helemaal. Moet steeds testen of die erin past of niet. Allebei dan weer een stukje langer. Dan weer proberen in elkaar te doen. Als ze willen. Oh. Dan moet je hem een beetje goed erin vouwen. En dan je eigen 3D kerstboom. Leuk, hè? Nou, dan kan je hem nog versieren. Ik ga dat deze keer niet doen. Maar ik ga wel laten zien hoe je nog zo'n standaardje kan maken. Je pakt nog een stuk karton. Knip daar ongeveer een driehoekje van. Jullie denken zeker van, wow, Finn, hoe doe jij dat? Nou, gewoon met karton. Maar ik voel me nu echt zo professional in knutselen. Maar ik zweer, dat ben ik niet. Ik hou wel van knutselen, maar ik ben er geen professional in. Kijk. Dan zou je deze er zo op kunnen doen. Dan moet ik alleen nog verzinnen hoe ik er een gaatje in kan maken. Even denken. Dat doe je dus om hem dubbel te vouwen. En dan in het midden een klein knipje. En dan... Nee, mijn camera viel opeens uit, maar... dan kan je deze zo doordrukken. En dan... Als je dan... Ah, je hoeft hem niet per se te doordrukken, maar... Ik bedoel... Ja. Ik kan hem ook gewoon knippen als je een klein sneetje hebt. Als hij het niet doet dan. Jemig. Hij doet niet heel goed, hè? En trouwens, als jullie meer van deze knutseldingen willen, sowieso gaat, ik bedoel, knutselvideo's, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer gelijk ook. Meestal als je daar zin in hebt. En als je daar geen zin in hebt, doe het gewoon. Ah! Dat heb ik dus altijd. Als ik dan hier, kijk, als ik dan knip, komt mijn duim zo. Dat is zo vervelend. Komt je velletje ertussen. Waarom lukt het niet? Oké. Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik zweer. Oké, dit stukje eruit halen. Jullie zien misschien niet wat ik doe, maar... Ik doe mijn best. En als het goed is, als je dan ongeveer zo'n twee laagje hebt, kan je hem er zo ongeveer inschuiven. Zo. Ongeveer. Moet je hem aan de onderkant zo nog even zo dubbel vouwen. Tenminste. Ik pak even plakband erbij. Ik heb de plakband hier.
Laten we maar snijden een stukje van knippen. Even kijken, hoeveel stukjes heb je nodig? Ik denk iets van 2 stukjes. Ik weet niet. Laten we 2 stukjes maar eerst proberen. Ik heb het nu in mijn hand. Oké. Doen we deze zo. Tenminste. Kan die nog hierin? Ja. Nice. We hadden gewoon 1 nodig. Oké. Nou, dan heb je, even denken hoor, hoe die in stand blijft. Oké, daarvoor hebben we dus dit plakbandje. Als die niet in evenwicht blijft, gebruik dat andere plakbandje dan om in evenwicht te houden. Kijk maar, daarnet was die niet in evenwicht, nu wel. Hey, en heb je staande 3D kerstboom. Dit kan je natuurlijk ook met allemaal andere dingen doen. Zoals een ei. Dat is natuurlijk heel simpel. Paasei. Cadeautje. Even denken hoor. Wat kan je er allemaal nog meer mee doen? Van eigenlijk van alles wat je maar bedenkt. Nou. Heb ik deze mooie 3D kerstboom hier. Ja, dus zo maak je het. Maar wat als je deze randjes nou weg wil hebben? Nou, daarvoor moet je hem juist versieren. Dan zie je die randjes niet meer. Nou, vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Hier heb ik hard aan gewerkt, dus ja. Abonneer gelijk ook op mijn YouTube kanaal. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende knutselvideo.